Welkom bij Geboortebegeleiders aan het Woord. Leuk dat je er bent. Ik ga hier in gesprek met verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, doula's, maar ook vadercoaches en meer. Om zo de kennis en inzichten van verschillende begeleiders rondom het geboorteproces te delen. Heb je iets aan deze gesprekken gehad? Steun dit initiatief door te delen, liken of een reactie achter te laten. Meer interviews vind je op geboortebegeleidersaanhetwoord.nl. Ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Vandaag wil ik je introduceren aan mijn gast, Dr. Hajo Wildschut. Dr. Hajo Wildschut is gynaecoloog en senior consultant. Hajo heeft een rijke carrière als gynaecoloog, prenatale screening, docent en wetenschappelijk onderzoeker achter zich. Momenteel is hij manager van de Wildschut Consultancy, een onafhankelijk adviesbureau. In 1982 is Dr. Hajo Wildschut als gynaecoloog afgestudeerd aan Universiteit van Amsterdam. Vervolgens heeft hij 4 jaar gewerkt op Curaçao en initieerde het onderzoek de Curaçao Perinatal Mortality Survey, wat resulteerde in een proefschrift en een PhD-diploma. Ook heeft Hajo 1 jaar gewerkt in Mumbai, in een ziekenhuis te midden van de krottenwijken. Na deze buitenlandse ervaringen heeft Hajo gedurende 25 jaar in verschillende academische settings gewerkt, nationaal en internationaal. In 2011 heeft Hajo de overstap gemaakt van de Erasmus MC naar Westfries Gasthuis in Hoorn, waar hij de uitdaging op zich nam om de afdeling gynaecologie na een ernstige calamiteit met als gevolg een leegstroom weer op te bouwen. Van 2011 tot 2015 heeft Hajo hier gepassioneerd aan gewerkt en is met zijn team erin geslaagd om het imago van het ziekenhuis en de afdeling te verbeteren. Hierna is Hajo op zijn 65ste met pensioen gegaan en heeft de afgelopen 2 jaar gewerkt aan zijn boek Samen bevalt beter. Begin 2018 zal deze gepubliceerd worden. In dit boek geeft hij samen met een team van deskundigen praktische richtlijnen voor de aankomende integrale geboortezorg, waarin goede samenwerking tussen de verschillende zorgprofessionals centraal staat om zo betere geboortezorg te kunnen bieden aan de moeder en de ongeborene. Het was een zeer inspirerend en open gesprek. Het interview zit vol met praktijkvoorbeelden, kennis en persoonlijke ervaringen, wat het gesprek enorm waardevol maakt. Ik hoop dat jij geïnspireerd door mag raken. Ik werd het in ieder geval wel. Goedemiddag allemaal. Ik zit hier op de bank met Dr. Hajo Wildschut. Ik mag inmiddels al jij zeggen. We zitten hier in Enkhuizen, een prachtige omgeving, heel erg ontspannen. Het is zeker een bezoekje waard als je in de buurt bent aan de haven en het oude centrum. Maar daar ben ik niet voor in eerste instantie. Ik ga meneer Hajo Wildschut interviewen over zijn nieuwe boek. En dat nieuwe boek heet Samen bevalt beter. En we zullen ook nog andere onderwerpen aansnijden. Maar allereerst wil ik ontzettend je bedanken voor de tijd en de hartelijkheid en het mooie ontvangst tot zover. Dank je wel daarvoor. Nou, graag gedaan. Ik zou graag nog weer even beginnen met het allereerste begin. Je hebt een prachtige carrière achter de rug, internationaal, nationaal. Waar begon de interesse voor prenatale screening en de gynaecologie, de geboortezorg? Nou, dat kan ik heel duidelijk aangeven op 1 punt. Het is nogal een dramatisch verhaal, eerlijk gezegd. Maar ik was co-assistent op Curaçao. En Curaçao heeft een affiliatie met de Universiteit van Groningen. En als co-assistent dan deed je op Curaçao en Sint-Elisabeth Hospitaal deed je verschillende stages. En dat begon eerlijk gezegd met interne geneeskunde. En toen was ik daar tegen het eind van mijn co-schap. En toen had ik een patiënt die kwam via de afdeling neurologie. En die moest ik opnemen. En dat verhaal was heel bijzonder van die mevrouw. Want die was via de huisarts verwezen aan de afdeling neurologie. Omdat de huisarts had geschreven dat de patiënt niet kon lopen. Maar die patiënt die kwam lopend binnen. Dat is natuurlijk
natuurlijk merkwaardig was dat. Maar die had dus die patiënt niet goed gezien. Mm-hmm. En die had gezegd, min porcana, dus ik kan niet lopen. Maar, en dat bleek achteraf vanwege de pijn. Dus ze had heel veel pijn. Nou, toen kwam ze op de neurologie terecht. En een neuroloog die kijkt dan zo'n patiënt na. En die begint dan eigenlijk iemand in de ogen te kijken. En die is daar toen daarna ook mee gestopt. Want zag direct dat de patiënt geel was. En die dacht van, hey, die hoort niet op mijn afdeling thuis. Dus die werd overgeplaatst naar de afdeling interne geneeskunde, interne vrouwen, waar ik toen werkte. Mm-hmm. En daar kwam die aan en wij als jonge co-assistenten keken de patiënt helemaal naar. En die bleek hoogzwanger te zijn, die mevrouw. En ik riep ook vaak, het is veel makkelijker om iemand direct van buitenaf op je afdeling te krijgen. Maar interne overplaatsing is oxytorisch altijd buitengewoon lastig. Dus ik heb toen hemel en aarde moeten bewegen. We hadden behoorlijk wat vrijheid als co-assistent om zaken te regelen. En die kwam toen uiteindelijk op de afdeling verloskunde terecht. En daar liep toen een oudere co-assistent. En dat was in mijn ogen al een hele oude man. Hè, maar één of twee jaar ouder dan ik. Maar de verloskunde was eigenlijk op het eind van je stage. En die zei, ha joh, heb je wel eens een bevalling gezien? Ik zeg, nee, ik heb nog nooit een bevalling gezien. Ik zeg, nou, zou je een bevalling willen zien? Ik zeg, nou, graag. Want ze zegt, ja, die mevrouw is nu aan het bevallen. Dus ik ben naar de verloskamers gegaan. En daar liep toen ook Sergio Leon rond. En daar heb ik nadien een hele bijzondere band mee gekregen. Om een heel lang verhaal kort te maken, met mijn proefschrift heb ik aan hem opgedragen om even aan te geven hoe enorm waardering ik voor deze man had. En die heb ik toen een bevalling zien doen en dat was via een vacuümcup. Dus dat was niet zozeer een natuurlijke bevalling. En daar kwam toen een kind uit, een A-term kind, dus het was een voldragen kind. Maar tot mijn verschrikking en ontzetting leefde dat kind niet. Dat kind was overleden. En dat greep mij aan. Als ik het vertel, grijpt het me nog steeds aan, eerlijk gezegd. Ik had ook met die moeder te doen. Zo'n bevalling is dan voorbij. De patiënt is geboren, et cetera. En iedereen gaat weer naar zijn werk. En de dag erop dacht ik, ik ga even langs om te kijken hoe ze het maakt. Want het was toch wel naar. En toen bleek ze op de intensive care te liggen. Dus ik naar de intensive care. En daar lag ze allemaal aan toeters en bellen. Bleek ze heel ernstig ziek te zijn. En om lang verhaal kort te maken, zij overleed ook 3 dagen later. En dat heeft een enorme indruk op mij gemaakt. Dat je allereerste bevalling die je in je leven meemaakt, een perinatale sterfte is, een doodgeboorte en een maternale sterfte, dat geeft me enorm aan. Nou, wat natuurlijk interessant is, los even van de emoties die eraan zitten, hoe komt dit? Wat is hier aan de hand? Nou, deze mevrouw die bleek een specifieke ziekte te hebben die specifiek is voor een negroïde ras, en dat is sikkelcelziekte. En zij had een dubbeldragerschap sikkelcel, SC. En dat betekent dat zij eigenlijk buiten de zwangerschap totaal geen last had van die ziekte. Maar die ziekte wordt gekenmerkt door af en toe een crisis. En dan gaan die celletjes gaan sikkelen. En doordat die bloedcelletjes gaan sikkelen, wordt de zuurstofvoorziening door de placenta bemoeilijkt. En is dat waarschijnlijk de reden dat dat kind toen is overleden. Daarom was ze ook geel. Want geel is bilirubine, en dat is een afbraakproduct van bloed. Waarom had ze pijn? Dat was dat ze botpijn had. Een sikkelcelcrisis wordt vaak gekenmerkt door hevige botpijnen. Nou, toen is zij overleden. En dan is ook de vraag van, ja, hoe komt zij dan daaraan te overlijden? Nou, dat is waarschijnlijk of dat is zeker geweest, dat weet ik ook nog wel. Ik heb nog heel erg levendig dat beeld voor ogen. En dat was een Van Leeuwen, patholoog-anatoom. En die mevrouw is aan een vetembolie overleden. En als patholoog-anatoom
vind je dat niet zomaar als je er niet aan denkt, maar dan moet je een speciale kleuring toepassen. Dat heb ik ook heel vaak in allerlei colleges gezegd, dat is de Sudan-rood kleuring. En dan kleuren die longen totaal rood. Dus die, doordat die botinfarcten er waren waarvoor ze zoveel pijn had, komen die vetpartikeltjes komen in de bloedbaan en die gaan vastzitten in de longen. En daar is die vrouw uiteindelijk aan overleden. Ja. Nou, dat heeft op mij dus een enorme indruk gemaakt. Dat heeft ook ervoor gezorgd dat ik altijd hele speciale belangstelling had voor hemoglobinopathieën, zoals sikkelcelziekte. En ik kwam uiteindelijk anderhalf jaar later zelf als co-assistent op die afdeling terecht. En dan had ik toen het geluk dat daar toen een hele aardige oudsassistent verloskunde gynaecologie zat. Die bijna gynaecoloog was. Die was in het kader van zijn opleiding ook naar de Antillen gestuurd. Toon de Vriezen. En die... die was wel de eerste dag dat ik hem tegenkwam, dat hij aan mij vroeg, God, wat wil je laten worden? Ik zeg, nou, ik heb geen idee. Hij zei, geen idee. Ik zeg, ja, punt is dat ik alles leuk vind. Hij zei, dan moet je gynaecoloog worden, want daar heb je alles. Daar heb je de verloskunde als praktisch handvaardig vak, maar je hebt ook de interne geneeskunde, je hebt ook de psychologie, de psychiatrie, je hebt de chirurgie, je hebt de oncologie, dus de kankerwetenschap. Je hebt alles. En hij heeft, wij liepen toen 3 maanden co-schappen. En wat ik in het begin al zei, we hadden een behoorlijke vrijheid om dingen te doen en te laten. Heeft hij mij enorm veel vrijheid gegeven. Nou, en toen ben ik gaan solliciteren in Amsterdam onder andere bij professor Kloosterman. Dat is eigenlijk de beroemde man ook van de huisbevallingen, et cetera. En die... die zei toen, was ook wel heel mooi, was dat, die zei, nou, ik neem je een opleiding, maar je hebt 3 jaar wachttijd. En in die 3 jaar mag je alles doen, behalve de gynaecologie verloskunde. Ik zei, oh, dat is interessant dat hij dat zegt. Waarom niet? Hij zegt, nou, dan moet je alles weer afleren wat je na zoveel moeite hebt aangeleerd. Ik vind eigenlijk veel mooier als je iets doet wat buiten het vakgebied is. Want dan breng je dat in. Interessant. Nou, dat vond ik ook een hele interessante visie. Dat liet eigenlijk 2 dingen zien. 1 was, en dat, daar zijn we nu totaal van af, maar dat vroeger, dit was echt leermeester-gezelverhouding. De leermeester had alle kennis en zo was het en zo is het. En daar moest je niet aan tornen. En iedereen had zo zijn leerschool. Nou, dat is tegenwoordig is dat totaal verdwenen. En het tweede was, en dat heb ik van hem eigenlijk enorm overgehouden, maar dat laterale denken. En dat vind ik eerlijk gezegd heel veel missen in de specialistenopleidingen tegenwoordig. Dat het heel erg tunnelversies zijn. Misschien even stoppen. En daar maak ik me nogal eens zorgen over. We krijgen heel veel subspecialisaties. De oogkleppen. De oogkleppen en niet verder denken dan je eigen neus lang is. Nou, wat er toen gebeurde, toen ben ik weer naar Curaçao teruggegaan. En toen ben ik op die afdeling interne teruggekomen. En dat was een hele ambitieuze groep die daar zat. Het hoofd werd later ook hoogleraar in Nederland. En ik geloof dat wij zaten daar met 5 assistenten, artsassistenten. Dus we waren dus klaar met hun opleiding en die gingen dan verder. Zijn er 4 van hoogleraar geworden. Wow. Dus je kan nagaan hoe dat was. Stimuleert in elkaar enorm. Nou, en toen was het zo dat ik dacht, God, dat is echt prachtig. Ik wil misschien internist worden. Misschien is dat een beter vak. Maar ik was een beetje daar in dubio van, want ik vond het niveau erg hoog. En ik dacht, ja, ik wil niet mijn hele leven alleen maar met de geneeskunde bezig zijn. Ik wil ook nog tijd hebben om te zeilen en om leuke dingen te doen. Ja. Dus... toen, ik had dus 3 jaar wachttijd en toen ben ik dat laatste jaar ben ik naar India gegaan. En daar heb ik in Bombay gewerkt in een missieziekenhuis, midden in de slums. Ja. En nou, dat vond ik ook buitengewoon interessant. En daar heb ik eerlijk gezegd geleerd om niet zozeer
in individuele patiënten te denken, maar ook in populaties. Want het is ontzettend indrukwekkend ook. Gigantisch was dat. Ja. Nou ja, en toen kwam ik dus terug in Nederland. En toen begon ik aan die opleiding. En dat begon op de voetvrouwenschool. Nou, dat vond ik wel pittig. Want ik was natuurlijk toch op dat moment behoorlijk zelfstandig geworden. En dan moet je dus helemaal in een keurslijf gaan lopen. Plus het feit dat ik eigenlijk alleen maar in een vrouwenomgeving zat. Ik geloof dat ik... We waren twee mannelijke assistenten. En er was één mannelijke gynaecoloog. En de rest was allemaal vrouw. En dat had ik toen niet helemaal gerealiseerd. Omdat je als gynaecoloog wel met vrouwen werkt. Maar toen me eigenlijk niet realiseerde dat mijn collega vrouw zijn. En dat is eerlijk gezegd in de loop der jaren is dat alleen maar toegenomen. Nu zaten wij laatst ik in Hoorn zelf met 9 gynaecologen. En er waren 2 mannen en 7 vrouwen. Dus die tijden zijn dus eigenlijk volstrekt veranderd. Maar goed, met dit laterale denken en die interne geneeskunde is toen mijn belangstelling voor het vakgebied vooral gericht op het deelgebied verloskunde en prenatale screening, zoals je noemde. Ons vakgebied bestaat eigenlijk uit 3 tot 4 grote deelgebieden. En dat is, 1 is dus verloskunde prenatale. De tweede is de oncologie, dus kanker, dus echte gynaecologie. Daar zit ook de goedaardige behandeling van verzakkingen, et cetera. Dat is de tweede grote groep. En de derde groep is de fertiliteit. En dat heeft natuurlijk ook enorme sprongen gemaakt. Maar mijn aandachtgebied is eigenlijk altijd de verloskunde. Verloskunde en de perinatologie geweest. Dus alles wat rond de geboorte had. Mm-hmm. En waarom die keuze speciaal? Nou, die keuze was eigenlijk dus een logische voortzetting van mijn carrière. Omdat ik 2 jaar interne had gedaan. Wat heel erg zich bezighoudt met hoge bloeddruk, suikerziekte, et cetera. Allerlei chronische aandoeningen. Met de behandelingen die er tegenwoordig zijn, is de vooruitzichten van zwangere vrouwen die dit soort aandoeningen hebben, ook onder andere sikkelcel waar ik mee begon, is aanmerkelijk verbeterd. En dus ik was heel erg geïnteresseerd in alles wat met chronische ziekte had te maken en zwangerschap. En de speciale focus daarop. Dus die intense ervaring die u heeft meegemaakt in Curaçao, die heeft... Eigenlijk is die slag doorslaggevend geweest in een nieuw pad. Ja. Het lot eigenlijk wat in dat geval besturing gaf. Voor zoiets van daar wil ik wat aan doen. Of daar... Ja, nou ja, dat intrigeert mij. Ik merk dat ik vrouwen ook leuk vond. Vond ik prettiger als patiëntenpopulatie dan mannen. Kinderen ook. Dus je moet ook een bepaalde affiniteit hebben tot de groep waarmee je werkt. Die voelde ik heel sterk. Dus die voel ik nog steeds. Daar ben ik in de loop der jaren niet in veranderd. Dus dat vond ik ook wel leuk. En dat het dus speciale verloskunde werd. Dat heeft dus te maken met die achtergrond van de interne. En daarnaast, mijn India-ervaring is ook heel bepalend geweest, omdat ik daar, wat ik net al zei, niet alleen in individuen dacht, maar ook in populaties. En toen ben ik eigenlijk grote belangstelling voor de epidemiologie gekregen. En de epidemiologie, dat is eigenlijk, was mijn subspecialisatie. Dus dat is eigenlijk mijn ding, om maar zo te zeggen. En wat ik... Doordat mijn carrière op een gegeven moment inderdaad helemaal academisch werd, heb ik wel eens nagedacht van, wat trekt me nou daarin? En wat ik eigenlijk nog steeds heb, dat is dat ik graag een vertaalslag wil maken van de academische wereld naar de dagelijkse praktijk. Wat kunnen we doen met alle bevindingen die er zijn? En er zijn dus in de loop der jaren enorme technologische innovaties geweest. Maar wat betekent dat voor de,
voor de patiënt of voor de doelgroep of voor de zwangere vrouw. En dat heb ik nooit romantisch bezien, maar dat heb ik altijd kritisch naar gekeken. Omdat ik vind dat soms de technologische ontwikkelingen veel harder gaan dan de wens bij de doelgroep is. Dus ik had mijn vorige baas in Rotterdam, die zei dat zijn wetenschappelijk onderzoek technology driven was. En daar bedoelde hij mee dat er dan een nieuwe technologie was en dan zocht hij een groep voor waar hij die technologie kon toepassen. En dat is iets anders dan dat je kijkt waar een vraag is en wat dan het antwoord daarop op zou zijn. Mm-hmm. Met prenatale screening kan het behoorlijke effecten hebben, psychologisch en hoe je verder de zwangerschap ingaat, bijvoorbeeld. Ja. Wat u zegt, daar is kennis, kunt heel veel weten, maar wil je het ook weten? Wil je het ook weten? Nou ja, dat is nou precies het aandachtsgebied wat ik heel erg interessant vind. Ik kijk daar kritisch naar en dat betekent niet dat ik zaken afwijs of dat ik technologie... dat ik daar tegen ben. Ik ben er juist voor. Maar dat ik wel belangrijk vind dat je mensen goed informeert wat die technologie nou feitelijk betekent. En er zitten soms zoveel belangen, commerciële belangen achter technologische innovaties, dat men totaal voorbij gaat aan feitelijk wat de cliënt of de klant of hoe je het ook mag noemen, eigenlijk nou zelf van vindt. En wij leven gelukkig in een land waar dit heel goed onderkend wordt. We hebben zelfs een wet daarvoor. Dat is de wet op bevolkingsonderzoek. En ik ben een van de weinige Nederlanders, denk ik, die groot voorstander is van deze wet. Want de intentie van die wet is om mensen te beschermen tegen ongevraagd medisch aanbod. Medisch technologisch aanbod. En het goede van die wet is dat ze wel open staat voor argumenten als dat aanbod van nut is. Je moet uiteraard niet medicatie of behandelingen onthouden aan mensen als dat voor hun van nut zou kunnen zijn. Maar je moet dat wel beargumenteren. En vaak zie je dat de introductie van nieuwe middelen of van nieuwe technieken, de argumenten om aan te tonen dat dat nuttig is, vaak niet goed onderbouwd zijn. En deze wet dwingt tot onderbouwing. En dat vind ik eerlijk gezegd alleen maar goed. En ik heb dan ook inderdaad een paar keer bezig gehouden met vergunning aanvragen, onder andere voor prenatale screening. Waar wij probeerden ook heel duidelijk te onderbouwen van nou, wat nou de toegevoegde waarde was van zo'n test. En dan kom je uiteindelijk uit dat die toegevoegde waarde voor zo'n test er is voor een bepaalde groep mensen en voor een andere groep mensen niet. En dat betekent dat je de mens moet informeren of het voor hun persoonlijk die toegevoegde waarde heeft, ja of nee. En op grond daarvan hunzelf de keuze te laten maken of ze wel of niet willen ingaan op dat klinisch aanbod, op die test, op dat soort zaken. Zou je een voorbeeld kunnen noemen? Een voorbeeld is, wil je begin van de zwangerschap je laten testen op Down-syndroom, ja of nee? Je hebt, iedere vrouw heeft een kans op het krijgen van een kind met het syndroom van Down, of de trisomie 21. Voorheen was dat, werd die test uitsluitend aangeboden aan vrouwen van 36 jaar en ouder. En dat had te maken met het feit dat met de toename van de leeftijd de kans op Down-syndroom ook toeneemt. Maar er zijn dus grote ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen geweest op dat gebied. Aanvankelijk was het een vruchtwaterpunctie. Dan kon je dus de informatie krijgen via een vruchtwaterpunctie. Maar het nadeel van de vruchtwaterpunctie was dat er een klein risico op een miskraam bij zat. Nou, daar moet je denk ik mensen dan over informeren. Wat vinden ze nou
belangrijk? Hoe weegt ze dat risico? Wat zijn risico's? Nou, dat is heel, heel lastig. Ja. En inmiddels kunnen we het gewoon uit het bloed bepalen. Dat heet dan de NIPT-test. En ook daarbij geldt dat mensen dus die informatie krijgen. Maar in tegenstelling tot de vruchtwaterpunctie of een vlokkentest zit daar geen risico aan verbonden. Maar ja, dan kom je op een volgende stap terecht. Als je die informatie hebt, wat doe je daar dan mee? En dan heb je ook weer twee richtingen. De ene zegt, nou, ik wil gewoon daar tijdig kennis van nemen, zodat ik me kan voorbereiden op een kind met een Down-syndroom. En de ander zegt, ja, ho, wacht even, maar dit wil ik niet. Ik wil graag die zwangerschap verwijderd hebben. Nou, dat zijn gewoon lastige ethische dilemma's. En ik vind niet dat de overheid of ik als arts of iemand anders, een psycholoog of zo, kan zeggen wat voor jou goed is. Mm-hmm. Ik denk dat het in dit geval belangrijk is dat wij de mensen waar het om gaat, in dit geval dan zwangere vrouwen, die informatie geven. En hun dan wel helpen om te kijken hoe je dan, wat je met die informatie doet en wat het dan betekent. Maar zodanig dat ze dus zelf uiteindelijk die beslissing kunnen nemen. Ja, want een goede vriendin van mij, ook de zus is van mijn vriend, die heeft in dat traject gezeten. Zij was zwanger en het kind had klompvoetjes. En ze heeft ook een vruchtwaterpunctietest gedaan. En daar bleek uit dat ook de... Het was nog niet volgroeid, zeg maar. De, hoe ik het wel goed zeggen? De ruggenmerg en de stam daarin. Dus, maar eigenlijk was het zo, ze wisten het niet zeker. Dus het was of het een of het ander. En dus het kon of een Down-syndroom zijn, of het kon volledig gezond zijn en alleen klompvoetjes hebben. Dus dat was ontzettend moeilijk om een beslissing te maken op iets wat nog niet 100% zeker is, het een of het andere. Dus uiteindelijk hebben ze het kind behouden en het blijkt nu alleen klompvoetjes te hebben. Dus dat is goed op te lossen, zeg maar. Na 4 jaar heb je er geen last meer van met alle... De podoloog die daar steun voor zal in maken. Dus dat lijkt me denk ik ook nog iets van de informatie is er. Maar in hoeverre is dat 100%? Nee, nou ja, dat is een heel goed punt wat je aanraakt. En dat is ook een issue die ik zelf heel interessant vind. En wat naar mijn idee nog ook volstrekt onvoldoende is uitgewerkt. Maar wij leven in een maatschappij waarvan we het idee hebben dat alles maakbaar moet kunnen zijn. Of, dat alles geregeld moet kunnen worden. Als iets niet goed is, dan gaan we erover klagen en dan is dat zo. Maar het voorbeeld wat jij aangeeft, en dat zie ik dus ook heel, heel vaak, zit er altijd een grote mate van onzekerheid zit daarbij. En wat ik altijd ook tegen zwangere vrouwen zeg, ik kan je geen enkele garantie op gezondheid geven. Wat is überhaupt gezondheid? Hè? Dat is dan een grap, maar ik zeg, nou, het zou best dus een ettertje kunnen wezen. Hè? Dus dat weet je niet. Maar ik denk dat het ook goed is dat wij leren om te gaan met onzekerheid. En dat geldt zowel voor de zorgprofessionals als voor je doelgroep. Want in wezen wordt er haast verlangd dat je die zekerheid geeft, terwijl je die zekerheid niet kan geven. En dat komt ook omdat zorgprofessionals de indruk wekken dat ze die zekerheid wel hebben. En dan wordt op een gegeven moment met allerlei armslagen en omwegen wordt er dan uitleg gegeven over wat er aan de hand is. En wat je dus dan soms ziet, is dat mensen dan de arts niet meer vertrouwen. Omdat ze denken van, god, die houdt informatie achter. Of er ontstaat dus een breuk staan in communicatie daarover. En dat vind ik jammer. En ik denk dat dat te voorkomen valt als je van tevoren al aangeeft dat er dus op dit terrein nooit zekerheden zullen zijn. En dat je dus als je ook hier instapt in dat hele traject, dat je op een paar vragen wel een antwoord krijgt, maar dat je weer nieuwe onzekerheden erbij krijgt. Nou, die omgang met onzekerheid, dat vind ik
heel fascinerend. En het valt mij op dat daar eigenlijk vrijwel nergens aandacht aan wordt gegeven. Het wordt heel erg, nu ook communicatie, informatieoverdracht gaat heel erg over feitelijkheden, maar zelden over kansen. En wij zijn echt een gamma-wetenschap. Niks is zeker. Ja. Wie zei het ook weer, niets is helemaal waar en zelfs dat niet. Dus je moet met onzekerheden leven. En ik denk eerlijk gezegd dat heel veel mensen gewoon bereid zijn om met die onzekerheden te leven. Maar dat in communicatie dat bemoeilijkt wordt, omdat een onzekerheid van een zorgprofessional wordt vaak uitgelegd als gebrek aan kennis of slapte of noem wat op. Terwijl het in wezen getuigt van een heel sterk optreden. Ja. Durven toegeven van dit weet ik en dit weet ik allemaal niet. Ja. Nou, ik vond het mooi. Ik ben zelf een groot liefhebber van het programma Zomergasten. En dan zag ik die Rosanna Hetsberger. Zeer wel bespraakte academicus, jonge dame. En wel een bijzondere vrouw. En dan zit ze daar ook op Zomergasten. Maar die was dan in Amerika geweest voor naar haar promotieonderzoek voor een studie. En dat was een totaal fiasco geworden. En daar kwam ze heel eerlijk voor uit. En dat maakte haar zo'n sterk, dat vond ik zo krachtig dat ze dat zei. Ik heb dan ook wel eens het idee dat dat alweer heel erg vrouwelijk is. Dat het heel erg goed is dat ze dus die zwakke kanten kan laten zien. Maar juist die, het was ook heel vervelend. Er was ruzie gekomen, et cetera. Het was echt naar verlopen, maar ze was er totaal open over. En doordat ze er zo open was, over was, vond ik haar veel krachtiger persoonlijkheid dan als ze dat niet had verteld. En ik denk dat dit soort momenten heel leerzaam zouden zijn voor ook voor zorgprofessionals, omdat ze vaak heel zeker overkomen. Ja, heel mooi, maar de beste zorgprofessionals, die moeten ook de onzekerheden met hun patiënten kunnen delen. En dat maakt hen sterk. Ja. Dat lijkt me ook een heel leertraject. Heb je dat zelf ook ervaren? Ja, nee, dat geef ik toe. En dat krijg ik natuurlijk ook vaak voor mijn voeten geworpen als ik dit zeg. Dat is heel mooi trouwens, hoor. Ja, nee, maar dat, nee, maar dat is terecht. Hoe kom je daar? Nou, ik denk ook dat je daardoor komt. We hebben tegenwoordig een maatschappij die redelijk open is. Dus als je net begint, dat je dan dat ook toegeeft. En ik herinner me, dat is dus ook wel enorm veranderd. Hè. Ik denk ook niet dat mensen verwachten dat je alle kennis paraat hebt staan. Dat wordt ook niet meer verlangd van artsen. Om even een voorbeeld te geven, toen ik mijn allereerste assistentschappen deed, dat was ook op Curaçao. En dat was had ik een paar maanden over. En toen was ik een jonge arts, speelde ik toen tussen aanhalingstekens op de afdeling kindergeneeskunde. En dan draaide ik poli. En ja, jezus, je wist helemaal niks. Hè. Ik bedoel, er kwamen allemaal kinderen aan. En dan had je dus stiekem dat je met boekjes keek voordat iemand binnenkwam. Vroeg alles aan de hoofdzuster, die er al jaren rondliep, van hoe doen ze dat, et cetera, voordat je naar die patiënt ging. Nou, en dat is nu totaal veranderd. Want ik zou sieren voor mensen als ze zeggen, goh, ik kom nu met een probleem, ik weet dat niet. Ik moet dat voor u uitzoeken. En ik denk dat mensen dat alleen maar waarderen. Je hebt dus nu ook computers waar je dus ter plekke uit kan zoeken. Maar ik denk dat mensen heel erg prettig vinden als je zorgvuldigheid in acht neemt. En je hoeft niet
stand-tapé hoef je niet je antwoord klaar te hebben. En mag je ook zeggen van nou, dat vind ik een ingewikkeld probleem. Of ik heb het, ik zeg, nog nooit meegemaakt. Ik wil dat graag nog even overleggen. En dat, hè, dus dat je, laat ik zeggen, dat je dingen niet weet. Dat je dat voor je houdt, omdat je bang bent dat je dan beoordeeld wordt als iemand die niet competent is. Dat idee moet je laten varen. En moet je proberen om te zetten in een idee van nou, ik ben wel competent in het zoeken naar informatie. Daar is nu ook de medische opleiding op gericht. Maar ik heb het niet paraat. Ik weet het wel te vinden. En wat is daarvoor nodig? Wat daarvoor nodig is, is dat je, is eigenlijk een cultuuromslag. Dat het een geaccepteerd feit is. Wat nu veel meer gebeurt, dat was in mijn tijd niet, maar dat zijn zogenaamde intervisies, dat je dus met je groep samen bespreekt van, hey, waar liep je tegenaan, wat is er? En ik vind dit een mooi onderwerp voor een intervisie. Van, hey, hoe ga ik nou om met een kennisterrein waar eigenlijk mijn kennis nog onvoldoende is en waar ik in een leerproces zit. En waar ik me in het verleden ook wel eens op betrapt heb, hè, dat ik dan zei van, tegen een jonge collega, nou doe zelf maar een gesprek en dan als je er niet uitkomt, dan help ik je wel. En dan viel je op dat je er totaal niet uitkwam en dan sprong je al direct in. Nou, dat is natuurlijk verkeerd, hè, dus dat moet je niet doen. Je moet mensen echt laten zwemmen dan. Maar biedt ze wel veiligheid. En reken ze daar niet op af. En dan krijg je dus veel meer, niet zozeer dat je het accent legt op de inhoudelijke, vakinhoudelijke kant van informatieoverdracht, maar dat het accent ligt op de bejegening en op de communicatie. En dan is het zo dat als er dus bepaalde punten zijn waar het inhoudelijk niet klopt of waar ze niet uitkomen, dat je dan inderdaad zegt, oh wacht even, ja, dit is dan precies een punt wat lastig is, zussen zo zitten. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar dus een cultuuromslag is. Ik moet eerlijkheidshalve wel toegeven dat ik het idee heb dat die cultuuromslag wel gaande is. Ja, dus in tegenstelling wat ik net zei van omgaan met onzekerheid, dat eigenlijk nog nauwelijks een issue is, maar is de cultuuromslag van het niet weten, dat is iets anders dan onzekerheid, want je weet het gewoon niet. En hoe je daar mee omgaat en het accent op bejegening, dat merk ik dat wel aanmerkelijk verbeterd is de laatste jaren. Ja. Mm-hmm. En ik ben bezig met een boek te publiceren wat ik in het begin aan het interview aankondigde. De integrale geboortezorg gaat het over, waar u zich hard voor maakt. Wilt u daar wat over vertellen? En daar is denk ik dit ook wel aan gelinkt waar we het nu net over hebben gehad. Ja, nou ja, dat is in zekere zin wel. Interviews. Ja, het idee is eigenlijk ontstaan nadat ik met pensioen ben gegaan. Ik ben 2 jaar geleden met pensioen gegaan en dat is natuurlijk geen geheim, maar dat is een enorme overgang als je met veel enthousiasme hebt gewerkt in een kliniek en dan plotseling is dat voorbij. Dat is wel even slikken en dan heb je, ik voelde me soms een soort overjarige puber die allemaal goed bedoelde adviezen kreeg waarvan je denkt, ja jongens, maar jullie begrijpen er totaal niks van. En vooral mensen die dan over het Zwitser levengevoel begonnen. En denk, nou ja, die weten niet waar je het over hebt. Nou, wat was een van de kernpunten wat ik voelde in die hele overgang? Dat was alle ervaring en kennis die ik in de loop der jaren heb opgebouwd, dat het feitelijk door één pennenstreek, namelijk je pensioen, dat
weg was en voorbij. Ik dacht, daar moet ik iets mee. Nou, en toen heb ik daarover nagedacht, van wat kan ik daar dan mee? Daar heb ik ook bedacht van, nou, ik moet ook mensen niet in de weg lopen. Want je bent op een gegeven moment voorbij de 65. En dan is het ook, mijn vader riep altijd, be your age. Hè? Je moet dan op een gegeven moment ook ruimte maken voor anderen. En dan moet je ze niet voor de voeten lopen. Nou, alles afwegende dacht ik, nou weet je wat, ik had al eerder boeken geschreven. Ik kan hier best een boek over schrijven. Over mijn ervaring en kennis, die ik dan met name in de laatste 4 jaar in Hoorn had opgedaan. En dat kwam erop neer dat ik toen gevraagd was om die afdeling opnieuw op te zetten nadat er een ernstige calamiteit was gebeurd. Het kind was overleden vlak na de bevalling en dat werd de gynaecoloog toen verweten. En dat is een hele vervelende zaak geworden, waarbij uiteindelijk de gynaecoloog tot in de Hoge Raad veroordeeld is, wegens dood door nalatigheid, een strafzaak geworden. Natuurlijk ook voor de ouders een heel pijnlijke toestand geweest. En feitelijk maakte dat de hele werksfeer op de afdeling toen ook er heel erg onder leed. Er zijn toen 4 gynaecologen weggegaan. Toen was een vacature voor 4 mensen. En dat hebben ze in de landelijke wetenschappelijke bladen geplaatst. Niemand opgekomen. Wow. Dus men vond dat eigenlijk te griezelig. En toen kwamen ze via mij op het spoor. En toen vroegen ze of ik... Of ik die afdeling weer zou willen opzetten. En toen zei ik, nou ja, jeetje, dan vraag je me wat. Ik weet niet of ik dat kan. Maar toen zei de toenmalige interimdirecteur Fred Plukker, ook een psycholoog was, dat deed die psycholoog is heel handig, die zei van nou, we helpen je daarbij. Want wij vinden het, als ziekenhuis vinden dat ook belangrijk. En dat kon ik me wel voorstellen, want als 1 afdeling niet goed werkt, dan heeft dat direct effect op de hele reputatie van het ziekenhuis. Dat klopte ook wel, want in het ziekenhuis heet het West-Fries Gashuis. Maar in de volksmond was het inmiddels het West-Fries Slachthuis geworden. Ja, dus dat was... Dat was niet goed. Nou ja, en hij heeft mij toen overtuigd. En we hebben toen een 15 punten opgesteld waar die verbeteringen dan aan zou moeten voldoen. En een van de eerste dingen was dat hij zei, nou, je moet zorgen dat die mensen komen. Nou, dat lukte, want... Toen hebben we opnieuw assistenties gezet. En omdat mensen wisten dat ik daar zat, durfden ze het aan. Je moet dan vooral denken aan jonge mensen die net klaar zijn met hun opleiding. En die het dus te griezelig vonden om in een onveilige omgeving te werken. En dat ze nou, als zo'n oude gynaecoloog daar zit, die een oude rot in het vak is. Dat geeft misschien wat meer zekerheid en veiligheid. Wat trok u aan om dat toch aan te nemen? Ik was wel toe aan een nieuwe uitdaging. Ik had 17 jaar in Rotterdam gewerkt. Ik had een hartstikke mooie afdeling. Het liep allemaal heel goed. Ik had veel dingen opgezet. Maar ik wilde niet wat mijn opleider Kloosterman zei. Old soldiers never die, they just fade away. Ik wilde niet te langzaam daar weg kwijnen. En of dat mensen achter je rug om zouden zeggen, god, wanneer wordt het, het wordt wel eens tijd dat je weggaat. Het is wel heel grappig, dat ga jij op een gegeven moment ook krijgen, maar op een gegeven moment gebeurt er ooit in je leven dat iemand tegen jou zegt, hoe lang moet je nog? Alsof het moeten is. Ja. Maar het geeft ook aan van, nou, jij wordt nu wel oud, dus ik durf jou die vraag wel te stellen. Hoe lang moet je nog? Dat is een dodelijke vraag. En nou, dat was voor mij niet zo. En het was dus eigenlijk onverwacht voor ook mijn baas in Rotterdam dat ik wegging. Ik had toen ook een boek geschreven. Ik had een sabbatical genomen, een half jaar. En ik heb in dat half jaar een boek geschreven waarin ik toen ook alle ervaringen die ik had opgedaan op het gebied van prenatale screening en prenatale diagnostiek
heb ik toen in een boek neergezet. De vitale en neotale screening op aangeboren afwijkingen in 2011. Ja, maar dat was toen net uitgekomen. En dat voelde eigenlijk als een mooie afronding. Dus ik was eigenlijk toe aan iets nieuws. En toen kwam dit op mijn pad. En een ander ding wat mij ook hielp, het was zo slecht. Ik dacht, nou, veel slechter kan ik het niet maken. Dus ik kan het wellicht alleen maar verbeteren. Dat is een mooie insteek. Dus dat was, dat was ook wel een mooie. Maar goed, het was natuurlijk toch wel een pittige klus. En wat toen enorm geholpen heeft, en daar was ik zijdelings ook bij betrokken. Maar media ophef over de relatief hoge kindersterfte of perinatale babysterfte in Nederland. Allerlei onderzoek was gepubliceerd en daar bleek dat Nederland echt slecht afstak tegenover de ons omringende landen. We waren het slechtst, notabene. Dus echt, was echt heel slecht. Als we in Nederland een probleem hebben, dan hebben we er altijd een mooie oplossing voor, want wij stellen dan een commissie in. En ik heb inmiddels heel veel commissierapporten gelezen. En één ding moet ik zeggen, en ik hoorde dat toevallig laatst op de radio ook. En er was een huisarts die mij daarin steunde. Maar het niveau van die rapporten is meestal buitengewoon hoog. Dus op de een of andere manier is er een soort ijver onder Nederlandse experts. Om dan een heel goed rapport neer te zetten en dat ze dat daarvoor over hebben. Dat is heel erg goed. Nou, ik was zijdelings ook betrokken bij deze commissie. Die heet Commissie Zwangerschap en Geboorte. En die hebben een rapport uitgebracht. En dat heette Een Goed Begin. Onder leiding van professor Koos van der Velde. En ik zat toen in een taakgroep achterstandswijken. En dat was dan met name om de kwetsbare groep zwangeren, om te kijken wat we daarmee konden doen. En dit rapport, dat kwam eerlijk gezegd uit eind 2009, begin 2010. Dus eigenlijk precies rond de periode dat ik die transitie naar Hoorn ging maken. En daar braken ze eigenlijk al een lans voor eigenlijk totale hervorming van de geboortezorg. Wij zijn in Nederland eigenlijk heel erg trots op onze geboortezorg, omdat we veel huisbevallingen hebben. Maar als je kijkt naar de uitkomsten in termen van babysterfte, nou, daar kan je niet trots op zijn. Dat was niet goed. Er wordt wel eens tegenargument gebruikt dat de telling wanneer baby's zeg maar doodgeboren zijn, miskramen in Nederland lager was degene in het buitenland, en dat abortussen ook worden meegeteld. Of dat daar wat discussie over gaat. Dit is een heel interessant fenomeen. En dat is ook toegepast hier. En dat zie je eigenlijk over de hele linie. Maar dat is het eerste is ontkenning. Hè, dus als dat is prachtig, door Solzhenitsyn ook beschreven, een kankerpaviljoen hebt beschreven. Dan komt zo'n vent op zo'n afdeling en dan vraagt iemand, waar allemaal mensen met kanker liggen, waar heb jij je kanker zitten? En dan zegt hij, ik heb geen kanker. Het is ontkenning. En dat gebeurde hier ook. Hè? Dus er werden allerlei argumenten aangevoerd, waardoor dit niet kon. Het kon niet waar zijn. Hè? Dus het is niet waar. En dat heeft eerlijk gezegd een jaar of 10 geduurd, voordat dat echt doordrong. En dat vond ik wel mooi aan de toenmalige minister en ook aan de laatste minister Schippers. Die heeft gezegd, nee, wacht even, dit is wel waar, dit klopt niet en wij moeten er iets aan doen. Want als je het ontkent, als je een probleem ontkent, hoef je het niet op te lossen. En zo is het ook eigenlijk altijd gegaan. Dus dat... Ja, het is meer, de onderzoeken zijn soms, ik heb zelf in de onderzoeken gezeten, dat het belangrijk is om te kijken hoe is het gedaan. En als het in Europa is gedaan, hoe zijn de cijfers zeg maar tot stand gekomen? Dat klopt. Ik ben het ook mee eens. En ook met mijn epidemiologische achtergrond zie ik dat ook heel scherp. Ik heb dat ook op Curaçao gezien. Dan heb ik natuurlijk ook moeten verifiëren of die statistieken klopten, et cetera. Mm-hmm. Maar de tendentie daarachter zit van het kan niet waar zijn. Hè? Of het valt wel mee.
Of het is lang zo erg niet als het is. Bagatelliseren. Ja. En het grote gevaar daarvan is dat je het probleem dan gewoon niet ziet. Je hebt in de maatschappij heb je talloze voorbeelden daarvan. Waarvan mensen pas iets aan een probleem gaan doen als het wordt opgemerkt. En wij hebben dus ook het systeem in Nederland van die parlementaire enquêtes. Dat is ook altijd mooi, want dan zie je dus feitelijk hoe het echt werkt. Hè. Dus wat er echt allemaal mis is en wat er echt allemaal boven komt. Hè. En dat blijkt vaak veel meer prut te zijn dan mensen hadden gedacht. Dus er hoeft één calamiteit te zijn. En dat geldt eerlijk gezegd ook in Hoorn. Want ik vond wat je net zelf ook even terloops noemde, maar de gynaecoloog die is veroordeeld werd, was dat zwarte schaap. Hè? In wezen werd hem al die ellende in de schoot gelegd. En ik vond dat eigenlijk van meet af aan onterecht. Ik heb dat vaak in de metafoor gebruikt. Hij was feitelijk de druppel die de emmer deed overlopen. Maar mensen realiseren zich niet dat die emmers vol met druppels zaten. Ja, dus dat kan ook een andere druppel kunnen zijn. Zo kun je die oogkleppen. Ja. En wat er dus dan gebeurt, is dat je dus het serieus neemt. En dat je dan dus het totaal gaat ontleden. En dat je dan ziet van, hé, wacht even, het deugt gewoon een heleboel dingen. Het deugt gewoon niet. En dat kan je op twee manieren kan je dat aanpakken. Dat kan je op aan bestraffend. Dat je zegt, nou, het deugt niet, sodemieter jij maar op. Want jij bent gewoon totaal niet in staat om dit goed te doen. Of het deugt niet. En dat is een tendens wat nu eigenlijk veel meer gaande is in Nederland. Wat nog naar mijn idee nog beter moet. Maar dan zeggen van, hé, wacht even, het deugt niet. Maar we hebben dat wel met z'n allen hebben dat zo gecreëerd met de beste wil die we in ons hadden. Maar het is dus gewoon niet goed. Wat kunnen we doen om dat te verbeteren? Dus dat je een positieve draai daar. Dan als team in plaats team. Van één persoon. Als er één persoon en dat je dus kijkt naar het geheel. Dat ontslaat niemand direct van een verantwoordelijkheid voor iets. Hè. Dus dat is natuurlijk wel een zorgvuldige balans kiezen van waar moet je iemand op aanspreken. Maar aan de andere kant, als iemand oververmoeid is of als het... als de middelen onduidelijk zijn of als er andere zaken zijn waarvan je zegt, oh, wacht even, waarom ben je in zo'n fout gelopen? Wat heeft dat gemaakt? Deugt die omgeving niet? En ja, ik denk dat je dat heel kort kan samenvatten, dat je kan zeggen dat als je een onveilige omgeving hebt, dan heb je natuurlijk veel meer kansen om allemaal ellende te creëren. En dat vond ik het mooie van die Fred Plucker. Die voelde zich verantwoordelijkheid voor als geneesheer directeur voor die veiligheid van die omgeving. En ik kom nu nog vaak wel in het buitenland en spreek ik ook met ziekenhuisdirecteuren en ben soms verbaasd over hoe ze dan onveiligheid op hun afdelingen accepteren. Ik zeg, je moet mensen daarop aanspreken, hè? En niet in een bestraffende manier, maar kijken van, hey, wat kan je doen om die veiligheid te vergroten. En daar heb je echt de medewerking van mensen nodig. Kunt u daar ook een voorbeeld van noemen? Van een onveilige situatie, wat u dan bijvoorbeeld ziet, en hoe dat om te vormen naar een veiligere situatie of omgeving? Nou, dat kan je dus... ik hoorde een heel mooi voorbeeld een verpleegkundige op de afdeling die zegt, die moest veel samenwerken met twee gynaecologen die totaal verschillend beleid hadden. En die zaten elkaar ook vaak tegen te werken. Maar dat ging dan via de verpleging. En dan ging de verpleging, ze wisten vaak als ze A zeiden, dat hij altijd B zei. En als ze B zeiden, altijd A zei. En wilden ze dan A bereiken, wat ze dus eigenlijk wilden, deden ze expres, zeiden ze B. Want dan zegt ze, het andere komen op A. Nou, dan krijg je natuurlijk een hele verdraaide situatie. Je krijgt, het wordt onveilig. Dat gaat dus niet goed. Een ander voorbeeld, dat vond ik zelf een van de leukste voorbeelden. De hoofdzuster die kwam op mij af. En toen zat ik er net in hoor en die zei, Hajo, ik heb een probleem. Ik zei, oh, wat is er dan? Hij zei, er wordt hier ontzettend veel gerobbeld. En
dat is gewoon verschrikkelijk. Iedereen die klets maar. Ik zei, ja, jeetje, ja. Wat moet ik daar nou mee? Ik zeg, dat vind ik ook een lastig probleem. Dat is niet, je kan wel zeggen van, dat is niet goed. Maar ja, mensen doen het toch. Ja, hoe zullen we dat aanpakken? Ik zei, nou, volgens mij is het de enige manier om het aan te pakken, is totaal, om maar even een modewoord te gebruiken, transparant te zijn. Dus dat wij totaal niks te verbergen hebben. Gewoon alles delen met iedereen en alles. Dus dat er geen reden meer is om te roven. En dat heeft heel goed gewerkt. Want na 4 jaar werd er gewoon niet meer gerommeld. Wow. En dat is gewoon een veilige omgeving. Wat mensen niet realiseren, dat roddelen een uiting is van grote onveiligheid. Want je gaat over mensen praten, vind je ook niet dat die deugt er helemaal niet. Hè? En heeft ze dat dan weer gedaan, zus gedaan. En je weet daar zelf totaal niks van als toehoorder, maar je gelooft het. Omdat je een pact vormt met degene waarover je roddelt. Als je kampen hebt op een afdeling, op een ziekenhuissituatie, waar mensen niet door één deur kunnen, dan geeft dat onveiligheid. Ja, wat en, veel voorkomt in de ja, en ja. Nou ja, dat is leuk om actief aan die veiligheid te werken. Ik noemde net al intervisie. Dat vond ik echt een enorme eye-opener. Want wat ik daar het mooie aan vond, ik kende het helemaal niet, het hele systeem niet. Ik had er ook nooit mee gewerkt. Maar ik kreeg dus plotseling veel meer begrip voor mensen. Als ze dus dingen zeiden waarvan je denkt, ja. Om even een uitstapje te maken naar een zeer controversieel wereldbeeld. Maar als je nu naar Trump kijkt, dan gaat iedereen natuurlijk de haren ook recht overeind staan. Hè. Ik vind dat ook een vreselijke man. Ik denk ook als die zo iemand op mijn afdeling zou zitten, ja, ik ook niet zou weten hoe ik daarmee om zou moeten gaan. Maar wat ik wel zou doen, is kijken van, nou, van waaruit praat hij, van waaruit komt hij, van waaruit, hè, wat maakt dat hij zo is. En niet dat ik nou enig begrip voor Trump heb gekregen, hoor. Alles behalve. Maar we zijn toevallig geweest, net 2 weken in Amerika geweest. Ik heb me iets meer verdiept in de geschiedenis van Amerika. En dat relativeert weer. Dus dat je denkt van, oh, wacht even, ja, maar dat wist ik eigenlijk niet. Dat zit wel wat gecompliceerder dan ik van buitenaf zie en kan oordelen. En Trump is dus dan een extreem voorbeeld. En gelukkig hebben wij in de samenwerking natuurlijk veel minder voorbeelden. Maar dat je kan zeggen, oh, wacht even, ja, dit is... Nou, bij ons is Wilders misschien wel weer eentje. Ja, nou, Wilders is inderdaad, vind ik, misschien een beter voorbeeld van. Omdat hij heel erg op de man werd gespeeld. En eigenlijk totaal voorbij werd gegaan aan de achterban. Waar die die vertolkte. En die zich dus erg in hem herkende. En ja... En dat was gold voor het roddelen precies hetzelfde. Dat is natuurlijk niet van de ene dag op de andere verdwenen. Maar als je een goede attitude hebt op een gegeven moment om te zeggen van, nou, oké, ik wil dit gewoon hier voor iedereen beter maken. Dan helpt dat om ook dat begrip te krijgen. Nou, ik wil er niet helemaal ingaan op de politieke ideeën van Wilders. Maar wat wel het gevolg heeft, dat wij in ieder geval wel eens met andere ogen naar kansarmen in de samenleving kijken. En ook niet helemaal blind staren op marktwerking of op rijkdom of op dat soort dingen. Dat er andere zaken dus ook spelen. Maar ook, en dat is... Wilders illustreert dat ook wel weer mooi. Het is ook weer niet één aspect. Het is complex en het is lastig om dat ook allemaal te ontrafelen. En dat is dan in het macrogebied, maar ook in je microgebied of in je mesogebied, in de regio's, et cetera. Is dat ook zo? Is dat lastig? Mm-hmm. Nou, terugkomend op jouw vraag van dat boek. Was dat dus voor mij een uitdaging om dus de ervaring en kennis die ik daarin heb opgedaan, om dat dus dan op te schrijven, te kijken van, hé, wat kan ik daarmee?
En dat liep eigenlijk parallel. Wat in Nederland gaande is nu, is dat men eigenlijk de geboortezorg wil veranderen en verbeteren. Mm-hmm. En het leuke is, ik ben nu, het boek is nu bijna afgerond, of eigenlijk vrijwel afgerond. Ik heb er met alle voorbereidingen, dus eigenlijk nu 2 jaar na mijn pensionering, heeft het mij ook veel meer inzicht gegeven. Dus ik had nu de tijd, omdat ik geen klinische verplichting had. Niet dat ik iedere keer naar de volkskamer hoef te rennen. Mijn zijn weer afging, telefoontje daar, dit dan regelen, et cetera. Ik kon dus rustig daar naar kijken. En ik ben er toen achter gekomen dat veranderingen sowieso noodzakelijk zijn. En niet zozeer omdat ze gedreven worden uit een negatief zaak, sterfte te hoog. Maar dat het gedreven wordt dat onze hele maatschappij verandert. Dus wij moeten gewoon mee veranderen. Wij kunnen niet genoegzaam achterover leunen en zeggen we doen het allemaal zo goed. Nee, de maatschappij verandert. De kennis van mensen veranderen. De eis van mensen veranderen. Waar we vroeger weg mee konden komen, dat kan tegenwoordig niet meer. Mm-hmm. En dat betekent dat je dat ook een onderdeel van je moet zijn om die veranderingen in te voeren. En er is een volstrekt natuurlijke weerstand tegen verandering. Want mensen die vinden dat eng en onzeker en ze willen eigenlijk het liefst blijven zoals het was. En de opvolger van professor Koosman was professor Treffers. En die had ook een prachtige uitspraak. En die zei, citeer ik vaak, zoals het vroeger was, is het nooit geweest. Dus wij veridealiseren het verleden. En de eisen van mensen worden anders. Nou, en ik vind, dat heb ik probeer ik ook in het boek, die slag heb ik denk ik echt gemaakt. En dat dat heeft even tijd gekost. Dat heb ik overigens samen met de redactie gemaakt. En die redactie die was behoorlijk kritisch. Ik heb een heel breed samengestelde multidisciplinaire redactie ingesteld. Kunt u een aantal disciplines noemen? Ja, dat is een verloskundige zit daarin. Een antropoloog zit daarin. Een medische antropoloog. Medische, ja. Medische antropologie, ja. Die een speciaal dan zwangerschap doet. En een jeugdarts, dus arts maatschappij en gezondheid. En een vertegenwoordiger van de doelgroep zwangere vrouwen. En die beheert een digitaal platform zwangerschap. Dat is zelfbewust zwanger. In feite, de consument zit daar dus ook bij. Dus laat ik zeggen, de hoofdrolspelers in de geboortezorg, die zijn daarbij betrokken. Ik ben even de draad kwijt, maar wat ik wilde zeggen is. Nu ik er weer. Dus dat die veranderingen, die hebben dus moet niet alleen een reactie zijn op de hoge sterfte. Dat is natuurlijk goed dat we daar naar kijken. Maar dat is ook een reactie op veranderde waarden in onze maatschappij. Een van de belangrijkste waarden die nu aan het veranderen is, en dat is ook wel heel grappig om dat te zien, en dat merkte ik eerlijk gezegd ook bij de prenatale screening, maar is dat het accent veel meer ligt op de waarde van de patiënt zelf. Dus wat hij er zelf van vindt. En ik herinner me, om even een terugstap te maken naar de prenatale screening, wij hadden landelijk de afspraak gemaakt dat wilden mensen voor dit soort ingewikkelde keuzes voorgelegd worden, moesten zorgprofessionals nascholing krijgen, bijscholing. En ik was dan een van de docenten van die nascholing.
En dat ging dan onder andere over hoe je mensen informeert over de risico's, et cetera, die er was. En de groep waar ik het meeste moeite mee had, dat waren mijn leeftijdsgenoten. Maar die zeiden, ga jij mij vertellen hoe ik het moet doen, terwijl ik het 30 jaar lang zo gedaan heb. En toen zei ik, ja, dat ga ik je wel vertellen, dat kon ik met ogen zeggen. Zeggen, omdat ik zelf 180 graden gedraaid ben. Zelf 180 graden gedraaid, maar hoe dan? Ja, nou, dat wil ik je uitleggen. Want daar gaat namelijk deze hele cursus over, dat dat dus anders wordt. Nou, wat de kern daarvan is, is dat je dus veel meer naar het verhaal van de patiënt zelf luistert. Van wat heeft hij te brengen? En dat je uitgaat van de kennis, of het gebrek aan kennis, waarbij de patiënt zit. Nou, wat is dan zo anders dan de voordelen? Deden we het toch ook zo? Nee, dat deden we niet. Want dan waren we veel meer aan het zenden. We gingen gewoon vanuit dat de mensen er vrijwel niks van afwisten. Of er wel iets van afwisten. En wij vertelden het verhaal. Zo zat het in elkaar. En nu toets je wat die kennis is. En ik zeg, het leuke daarvan is dat het dus veel gevarieerder wordt. Omdat je vooraannames over kennis, die worden continu met voeten getreden. Want ik denk, nou, jij ziet er leuk uit en slim. Jij zou alles wel weten. En je blijkt er gewoon geen bal van te weten. En toen iemand anders van je denkt, nou, die weet er absoluut geen ruk van. Die blijkt totaal geïnformeerd te zijn. Dus dat is al een grote verrassing. Mm-hmm. En het tweede is, je krijgt veel meer aandacht. Omdat mensen, als je alleen maar zendt, die dwalen met hun gedachten tot daar ergens anders af. Die denken, nou ja, want je hebt het al gehoord, of je bereidt het toch niet. Er blijft gewoon niks hangen. Terwijl als je stilte inlast, andersom doet, en gericht antwoord geeft op vragen die er zijn, ja, dan blijft het veel beter hangen. Ja, ze worden gehoord, de patiënt wordt gehoord. Dat is denk ik ontzettend belangrijk. Dat is dus heel erg belangrijk. Nou, en wat ik dus daar vaak als tegenargument krijg, ja, je hebt makkelijk praten, je hebt alle tijd. Ik zeg, nou, dat is leuk. Ik zeg, ik heb alle tijd. Dat klopt, misschien in zekere zin wel. Maar ik zou je zeggen, ik durf nog niet helemaal de stelling aan te gaan dat het minder tijd kost, maar het kost zeker geen meer tijd. En het is 20 keer leuker. En dat is opvallend. Je gaat gewoon zitten, je laat komen en bam. Je krijgt die informatie. En daar ontstaat een samenspel tussen jou en degene die tegenover zit. Ja, dat is heel leuk. En dat is echt, en ik weet ook nog heel goed, ik ben even haar naam kwijt, maar dat was een verpleegkundige die toen, die had zich daarin verdiept en die mij dat vertelde. En toen ging echt een wereld voor me open. Ik dacht, heb ik het allemaal verkeerd gedaan? Nou, het is natuurlijk niet dat je het verkeerd hebt gedaan, maar je hebt het anders gedaan. Want je moet natuurlijk enorm oppassen dat je mensen ook niet afbrandt. Dat je zegt, nou, ik heb 30 jaar lang heb ik het verkeerd gedaan. Maar je hebt het anders gedaan. En dan bedoel ik ook dat dus die tijd verandert. Nou, het was wel een specifiek moment. U hebt het over een verpleegkundige die dat inzicht bij jou teweeg bracht. Natuurlijk ook omdat je er open voor staat. Ja. Maar was er dan... Ja, hoe ontstond dat, die omschakeling? Nou, die ontstond doordat wij bezig waren afspraken te maken om die counselingscursussen op te zetten. En ik heel erg vanuit vakinhoudelijke kennis daar zat. En het idee had dat ik vakinhoudelijk dat goed beheerste. En zij veel meer met communicatie bezig was. En toen merkte ik al dat ik van Latijn niets af wist. Totaal niks. Helemaal niks. En dat was voor mij al een enorme eye-opener. En ze begon over heuristieken, et cetera. Nou, ik wist absoluut niet waar ze het over had. Ik begreep het niet. En toen dacht ik, weet je wat, dat is interessant. Laat ik me daar nou eens in gaan verdiepen. Want dat is bij mij wel zo. Als ik het niet weet, wil ik het wel proberen te begrijpen. En toen heb ik lezingen gehoord. Ik heb even haar naam vergeten, maar ook uit Leiden. Ik kom er zo wel op. En toen dacht ik, dat is aardig. Want dat ging over risicoperceptie, risicocommunicatie,
Nou, dat was... Dat is interessant. Maar toen zat ik nog even in een stadium van... Nou, ik vind het interessant, maar ik vind het heel erg ingewikkeld. Dus ik weet niet of ik dat kan overbrengen zelf. Hè? Dus op een gegeven moment wil je zelf dat ook kunnen overbrengen. En toen heb ik het boek gelezen van Tversky en Kahneman. Tversky is inmiddels overleden, maar Daniel Kahneman. Dat is een heel populair boek. En dat zie je ook nog in alle Bruna winkels ook liggen. Thinking Fast, Thinking Slow. En dat heeft de Nederlandse titel iets van... Het denken of zoiets. Of wat is dat? Iets met denken te maken of zo. Nou, het boek is een megaseller. En dat boek heb ik gelezen en daar ben ik razend enthousiast over. Want die leidt je heel erg in die hele wereld. Zij hebben de Nobelprijs voor de economie gekregen, terwijl ze psychologen waren. Want waar het om ging, van waarom mensen, hoe mensen met risico's omgaan in de economische wereld. En dat was geweldig verhelderend hoe ze daar. Maar of het een economische wereld is, hoe gaan mensen met risico's, hoe ga jij met risico's om, hoe ga ik met risico's om? Dat is gewoon een ongelooflijk leuk thema. Ja, ja. Nou, en toen ben ik me dus daar steeds meer in gaan verdiepen. Toen ben ik het ook wat meer gaan integreren in die twee dingen. En heb ook dus gezien dat informatieoverdracht niet uitsluitend is. Overdracht van feitelijke informatie van de een naar de ander, maar dat er dus een heel kader omheen zit van hoe breng je die informatie over, wat betekent die informatie, wat is die informatie eigenlijk? Dat brains, de afkorting, dat kwam in het... Brains komt ook in mijn boek voor, ja. Benefit, risk, voor elke letter staat. Ja, dat klopt. Kennis over, voor informatieoverdracht. Ja, en het laten bezinken en het toetsen. En ik weet nou even niet uit mijn hoofd. Ik heb het ook in mijn boek genoemd, toevallig geweest. Ja. Het is inderdaad... Wat wel ook in mijn boek staat... dat het uitgaat van totale gelijkwaardigheid als gesprekspartners. En dan kan je zeggen van, maar hoe kan dat? De ene heeft toch meer kennis dan de ander? Nee, dat is niet zo. De ene heeft andere kennis dan de ander. Ik heb dan vakinhoudelijke kennis en wetenschappelijke kennis, en noem het op. Maar jij hebt je eigen ervaringskennis en je eigen mensbeeld en et cetera. En die kennis moet ik respecteren. En als er hiaten zijn in kennis, kan ik die aanvullen, omgekeerd. Als ik hiaten heb in mijn perceptie van hoe jij erover denkt, dan kan ik om beleidsvoorstel kan ik daarop aanpassen. Dan kan ik zeggen, wacht even, dat is wat anders. Hè? Je man is binnenvaartschipper en die is nou net niet thuis en je wil toch ingeleid worden. Wacht even, dat verandert de zaak. Hè? Daar wil ik wel over praten. Dus even een heel simpel voorbeeld, dat deden we natuurlijk sowieso wel. Maar het geeft aan dat het niet... En dat is wel leuk om te zien dat die discussie ook nog steeds leeft, ook in Nederland. Maar het niet alleen meeste feitelijkheden zijn, maar dat het natuurlijk de context buitengewoon belangrijk is. Dat is nu ook weer een beetje doorgeslagen. Want nu is net een rapport uitgekomen van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving. En dat gaat dan over evidence-based medicine, een illusie. En die hebben heel veel kritiek gekregen op dat rapport, omdat ze feitelijk weer een soort stap terug doen naar hoe het vroeger was, dat iedereen maar deed wat hij goed vond. Dat is natuurlijk ook niet zo. Hè? Maar wat natuurlijk belangrijk is, dat deze werelden samen worden gebracht, en dat deze wereld samen meer zijn dan de som der delen. En dat is ook feitelijk ook de titel van mijn boek. Samen bevalt goed. Of samen bevalt beter. Dat is het idee dat je met samenwerking
waar je gebruik maakt van elkaars expertise, dan meer bent dan de som der delen. En dat dat dus overstijgend is. En daar moet je dus dat laterale denken ook voor hebben. Dus je moet loslaten dat je uitsluitend in jouw deelgebied kijkt. En sta open voor de ander, wat de ander zegt. En incorporeer dat in jouw eigen denkbeeld. Dat geldt ook voor de ander. Dat is teamwork. En dan krijg je dus teamwork. Daar zijn een heleboel mensen nog behoorlijk allergisch voor. Omdat ze heel erg bang zijn dat met het teamwork hun autonomie wordt ontnomen. Ja, want welke voornaamste verandering brengt het teweeg voor de geboorteprofessionals? En welke voor de cliënten, vrouwen, partners, zeg maar, het integrale geboorte? Ja, nou ja, wat in ieder geval heel belangrijk is, is dat wij met z'n allen gewoon goed gaan bedenken wat nou echt goed is voor de zwangere vrouw zelf en voor haar omgeving. Dus dat wij proberen daar iets voor op te zetten wat aansluit op haar verwachtingen. Ik kan daar één heel mooi voorbeeld van geven. Ik ben 82 gynaecoloog geworden, dus ruim 30 jaar in het vak. Hè? En voornamelijk met de verloskunde mee bezig gehouden. En zwangerschapsbegeleiding gedaan. En altijd prima. Kon goed vinden met de paren, et cetera. Tot 3 jaar geleden ik plotseling bedacht, dat kwam ook misschien van het ene moment op het andere, of wat ik had gehoord had, dat ik dacht, god, ik heb eigenlijk nooit gevraagd wat de vrouwen zelf nou van hun bevalling verwachten. We noemen het allemaal in blijde verwachting. Maar waarvan? Heb ik nooit gevraagd. En toen ben ik dat was eigenlijk met de introductie van het zogenaamde geboorteplan, waar ik dus een heel groot voorstander voor ben, waar ook nu weer allerlei kritiek op is. Maar dat wij dus zeggen van, goh, u gaat binnenkort bevallen. Wat verwacht u er eigenlijk van? En dat is zo'n eigenlijk voor de hand liggende vraag, dat het natuurlijk eigenlijk bizar is dat ik die 27 jaar lang niet gesteld heb. Ik heb wel artikelen gelezen over het feit dat de ervaringen van vrouwen met bevallingen vaak volstrekt anders waren dan de ervaringen van diezelfde bevallingen van zorgprofessionals. Dus de zorgprofessional denkt, nou, dit was een eitje. En die vrouwen denken, jezus, nee, dat was poep te zwaar. En anderen denken, nou, dit moet wel heel erg ingewikkeld zijn. Nou, ik heb nergens last van gehad. Hè. Dus die waren totaal niet op me afgestemd. En dat heb ik altijd min of meer als vanzelfsprekend aangenomen. Maar dat er dus hier iets gebeurde van, hé, wat verwacht jij nou eigenlijk van die bevalling? En dan kan je kijken van, nou, kan ik aan die verwachtingen voldoen, ja of nee? Wij zitten nog steeds, en dat vind ik ook wel lastig hoor, maar dat wij, als we dat peilen en mensen zeggen, nou, we willen het zussen, nou, dat kan niet, want orsatorisch kan niet, of komt nu niet uit, of je moet het daar echt aanpassen, dat zo werkt het niet. Ja, dat is ook niet echt goede zorg. He, dat we moeten kijken van hoe werkt het wel. He, dus, en wat je dus nu hebt, is dat er dus een enorme omslag komt. Dat dus nu echt gefocust wordt op het belang van de doelgroep zelf. Mm-hmm. Nou, en dat is... Daaromheen vormen, in feite. Hè? En daaromheen vormen, als het ware, wat meer de flexibiliteit daarin te krijgen. En daar veel meer flexibiliteit in krijgen. En daar ook kijken hoe je zorg daarop aanpast. We hebben ook met verbouwingen te maken gehad toen in Rotterdam. En toen werd er enorm gediscussieerd over grote wachtkamers. En toen zei iemand, waarom hebben wij wachtkamers eigenlijk nodig? Ja, omdat mensen moeten wachten. Waarom moeten ze wachten? Kunnen niet iets aan het wachten doen? Nou, dat is natuurlijk een briljante opmerking. Hè? Ja. Dus pak het aan. Ga niet automobilisten onderhouden die in de files zitten. Doe iets aan die files. En dat geldt hier ook voor. Hè? Dus probeer breder te kijken. En dat kan je niet in je eentje doen.
Dat is onmogelijk. En, nou ja, en, maar wat de allergie die er zit, heeft natuurlijk ook alles te maken weer met machtsverhoudingen. En dat ontken ik niet. Die zijn er, die zitten er. Kennis is ook macht. Vinden mensen niet leuk. Maar als je dus in, en dat is dus in Hoorn heel goed gelukt. Als je op een gegeven moment een omgeving weet te creëren waar je je veilig en geborgen voelt, waar je met jouw eigen expertise een bijdrage levert aan de totale zorg, zou dat heel mooi zijn. Ik heb nog een ander mooi voorbeeld, wat ook we hebben ingesteld. En ik hoorde laatst van iemand, die hebben dat nog verder uitgebreid. Maar wij hadden dat als er een ingewikkelde bevalling was geweest, om dan direct na de bevalling met z'n allen bij elkaar te gaan zitten. We noemen dat rissen. Ik weet niet waar die afkorting vandaan komt. En dan te zeggen aan iedereen te vragen, wat ging er goed, wat ging er niet goed. Het mooie daarvan was dat je iedereen, dat was dus de omloop, dat er met de gynaecoloog, dus ongeacht positie rang, had dezelfde positie aan tafel. Dus werd allemaal gevraagd, wat vond je goed gaan, wat vond je niet goed. Waar kon je het verbeteren, wat kon je niet verbeteren. Mm-hmm. En dat was opvallend wat er daarvoor, vind je dat goed? Ja, iemand van, ik noem even een voorbeeld. Ja, het ging allemaal wel meest goed, ging allemaal snel. Maar die man die heeft de hele tijd aan de hoek gezeten. Niemand bekommerde zich om hem. Is dat die bof? Jezus, nee. De partner. Ja, nee, daar ben ik niet aan gedacht. Nou, die zat er zo hulpeloos bij. En dat is niet goed. Zeg. Oh, ja. Daar ben je echt door verrast. Hè, dat iemand dus dat dan opmerkt. Want je bent dus totaal gefocust op die enorme bloeding die ze had. Of op dat snelle kind dat bijgesteld moest worden. De kinderarts die maar niet kwam. En 3 keer bellen, weet ik veel wat. Hè, dus dat je een veel meer een totaalpakket van zo'n zorg krijgt, waarvan je ziet dat iedereen daar een bijdrage aan heeft. En als dus inderdaad de omloop nu ziet van, hé, die man die zat daar, die zat er maar in een hoekje te zitten. Nou, dan kan je zeggen, oké, wat kunnen we aan doen om dat te verbeteren? Dus volgende keer hou jij je bezig met de partner, of jij bent de coördinator. Noem even, wie zorgt er voor die partner? Zet er iemand op die dat... Ja, nou, mooi. En het geeft dus heel erg aan ook de teambenadering wat er is. Mm-hmm. En ik heb ook nog een stelling, zeg maar. En ik vraag me af waar de integrale geboortezorg daarop kan inspringen. Want ze geven aan dat continue begeleiding bij een vrouw die aan het bevallen is heel erg belangrijk is. En nu wordt er een coördinerende zorgverlener aangewezen. Dat is ook onderdeel van het integrale geboortezorgplan. Wat eigenlijk daarvoor ook wel redelijk is. Maar dat het wordt inderdaad belangrijk dat er 1 aanspreekpunt is voor een vrouw. Ja. Voornamelijk is dat de verloskundige. Ik vroeg me af wat er met de situatie kan gebeuren. Dat wanneer een vrouw bijvoorbeeld wil thuis bevallen. Ze moet toch naar een ziekenhuis toe. Dus dan vindt er een overdracht plaats, waardoor de coördinerende zorgverlener het overdraagt aan het ziekenhuis. Ja. Waardoor daar dan een schakel plaats. En dat is zeg maar nu al vaak een moeilijke situatie voor de vrouw. Heeft u daar ideeën over of benaderingswijze over? Daar heb ik zeker ideeën over. Dit is een heikelpunt. En er zitten 2 aspecten aan. 1 is er tussen de beroepsvereniging van gynaecologen en verloskundigen een flinke ruzie was ontstaan over wie nu precies de verantwoordelijkheid heeft over de gewone zwanger. De gynaecoloog ziet dat als een gedeelde verantwoordelijkheid. Dus je wil eigenlijk overal bij betrokken zijn.
En de verloskundige die ziet dat veel meer als een soort eerste lijnsverantwoordelijkheid, waarbij ze een poortwachtersfunctie hebben. Dat ze zeggen, nou, wij doen de selectie en wij regelen dat. Voor beide standpunten valt wat te zeggen. Het standpunt van de gynaecoloog is dat je zegt van nou, wij werken als een geboortezorgteam. Dus wij zijn allemaal onderdeel van het team. Dus voor de mensen moet dat dus niet uitmaken hoe dat dan zit. Het is één team. Dus in die filosofie, wat ik net al zei, samen doen, past dat dus heel goed. Wat de verloskundigen zeggen van die weten zich gesteund ook door wetenschappelijk onderzoek, en dat noemen ze dan midwifery-led care, dat als zij in de lead zijn, dat dan beter is voor de zwanger, in ieder geval qua perceptie van wat de zwanger fijn vindt, ook een continuïteit van zorg. En dat vind ik eerlijk gezegd wel een sterk argument. Waar ze dan mee in de knoop komen is precies die overdracht die je noemt van huis. En dan willen ze bijvoorbeeld, de pijn is ondraaglijk en ze willen een ruggenprik. Nou, er is verder niks met die vrouw aan de hand. Ze krijgen alleen een ruggenprik. Ja, en dan moeten ze het overdragen. Nou, dat kan je doen. Dat kan je oplossen. En dat doen ze nu in Amsterdam. En ik noem dat ook wel de rebelse Amsterdamse verloskundige. Van Vive? Nee, ja, is dat Vive? Nee. Het is Eva heet dat. Eva. Ja. Die zijn nu aan een herschikking van taken bezig. Dus die proberen ze nu bij te scholen. Hebben een lijst gemaakt van tiental punten. Waar zij dus zelf die begeleiding zouden kunnen doen. En dat willen ze dan verder evalueren. Dat noemen ze mid-risk. Dus dat zijn dus een mid-risico. Op zichzelf vind ik dat een mooi initiatief. Omdat je dus dan wel die continuïteit van zorg hebt. Dus begrijp ik het goed dan dat de ruggenprik thuis wordt gegeven? Nee, de ruggenprik wordt het ziekenhuis gegeven. Maar ze blijven dus, ja. De bevalling blijft onder leiding van de Oké, dus ze mogen mee het ziekenhuis in en blijven de. En blijven dan bij een begeleider, want die bevalling zijn ook eindverantwoordelijk voor die bevalling. Oké. Ja, dus, ja. Dus dat. Maar dat betekent dat zij dus in staat moeten zijn om die registratie van die kinderen te lezen. En die moeten dus geregistreerd worden. Dat heet dan een CTG. Dat moeten ze kunnen. En ze moeten weten, ook bij een ruggenprik, dan zijn de criteria voor uitdrijving zijn anders, et cetera. Dus dat moet nog wel wat nageschoold worden. Dus maar goed, je zou. Kijk, ik vind dat eerlijk gezegd ook mooi. Omdat we de tweede lijns verloskundigen hebben. Die we al, die in wezen eigenlijk een beetje op een zijspoor zitten vanuit de eerste lijns verloskundigen. De eerste lijns verloskundigen zijn vaak heel erg sterk en onafhankelijk. En de tweede lijns zijn, vooral binnen de ziekenhuisorganisatie, en worden eigenlijk een beetje minachtend naar hun gekeken door die groep. Maar de tweede lijns verloskundigen, dat is enorm gegroeid. Die maken steeds meer deel uit van de totale organisatie van de ziekenhuis. Bovendien, dat heb ik zelf meegemaakt, wij kregen vrij veel tweede lijns verloskundigen. Die kwamen werkend in het West-Fries Gasthuis, die vanuit de eerste lijn kwamen. Dus die hadden de expertise van beide. Dus ja, waarom zou je zitten? Het zijn een en dezelfde mensen, dus waarom zou je dat niet één maken? Dus dat, de klinische verloskundigen? Klinische verloskundigen, ja. Heet dat, ja. Dus daar valt veel voor te zeggen. Het potentiële gevaar daarvoor is, maar dan denk je dus veel meer aan beroepsgroepenbelangen, is dat dan de gynaecologen minder te doen hebben. Maar ik denk dat de gynaecologen daar niet om een traan om zullen laten. Omdat verloskunde over het algemeen door gynaecologen als zwaar wordt bevonden, vanwege de disutility. Dus de nachtdiensten, et cetera. Dus als je op een gegeven moment een taakverlichting kan krijgen en dat je dus op andere wijze je taak kan doen, ik denk dat de meeste gynaecologen toe zullen juichen. Ik ook, eerlijk gezegd, altijd. Ik bedoel, een van de
argumenten om taakgeschikking te doen is voor mijzelf bijvoorbeeld dat ik gewoon intrinsiek lui ben. Dat ik hartstikke fijn vind dat anderen het dan doen. En als ik weet dat ze het goed doen, nou ja, prima. Dan kan ik me gewoon met zaken bezighouden die ik zelf ook belangrijk vind. Zeker als het mij iedere keer enorm vermoeit. Daar zit zeker wat voor te zeggen. Het andere argument die de verloskundigen ook gebruiken, en dat vind ik eerlijk gezegd ook wel een redelijk sterk argument, hoewel ik heb onvoldoende dat nog wetenschappelijk onderzocht of dat echt zo klopt, maar dat de kans op medicalisering dan ook minder wordt. Dus als je interventies. Ja, dus de interventies, et cetera. Het is moeilijk om dat wetenschappelijk aan te tonen, maar logischerwijs is dat voorspelbaar. Ik bedoel, in Amerika heb je de 9-to-5 obstetrics, noemen ze dat. Hè. Dat zijn dus alle bevallingen tussen 9 en 5 plaats moeten vinden. Opdat de gynaecologen, dat waren dan mannen, zich na 5 aan het edele golfspel konden begeven. En ik heb een hele aardige verloskundige, een Canadese die ik ken, en die zei van, ik ben er vooral voor om te voorkomen dat gynaecologen keizersnedes doen. Vond zelf daar een belangrijke taak in hebben. Dus ik denk dat dat een goed argument is. Het andere argument van de geïntegreerde zorg, dat dus wel betrokken bij moeten worden, spreekt mij in die zin aan dat ik denk dat als je samen om tafel zit, dat veel makkelijker is om... om daarna die overdracht te doen. Je kent elkaar, je weet elkaar, je kan heel makkelijk uitwisseling hebben. En dan kom ik dus terug op het punt van continuïteit. En continuïteit is, ik zeg, ook een veel breder begrip dan men denkt. Want wat is eigenlijk continuïteit? Continuïteit heb ik zelf altijd gedacht, en daar heb ik mezelf ook tussen aanstekens schuldig aan gemaakt, dat de vrouw prettig vond als ik continu daar bij haar aanwezig was. En dat heb ik vaak gedaan. Zeker bij vrouwen met kinderen met ernstige aangeboren afwijkingen. Nou, ze komt u iedere keer mee of niet, iedere keer hetzelfde verhaal te vertellen. En bij de bevalling was je ook, en dan kon je het allemaal opvangen, et cetera. Maar goed, dat werkt op een gegeven moment niet meer. Want ik heb ook een gezin, een privéleven. En je kon niet continu beschikbaar zijn. En toen viel me op dat als ik dat dus dan uitlegde aan mensen, dat gepruimd werd. En dat heeft achteraf te maken dat betekent continuïteit van zorg. En dat je dus ook een continuïteit van de eenduidige zorgverlening hebt. Dus jij bent nu bij mij onder controle, je vindt dat prettig, je vindt het fijn, maar je weet... Dan heb je vertrouwen in mij dat als je bij die komt, dat het op hetzelfde lijn wordt voortgezet. Dat geeft je een vorm van zo continu. Veiligheid. Ja. Dus dat betekent ook een continuïteit in een als zorgteam. En ik heb de verloskundigen er wel eens naar gevraagd. Ik zeg, hoe kijken jullie daar tegenaan? En daar raak ik ze altijd een beetje verlegen van. Want ik zeg, volgens mij hebben jullie, als je een verloskundige praktijk hebt, twee manieren om dat aan te pakken. Eén is zoveel mogelijk één en dezelfde begeleid de zwangere vrouw tijdens de zwangerschap. En dan tijdens de bevalling moet je maar zien wie je krijgt. En de ander die zegt, nee, wacht even. Wij vinden dat wij allemaal daarbij betrokken moeten zijn. En als je bij de bevalling hebt, dat je in ieder geval weet wie je krijgt. Dus er ziet iedere keer iemand anders jou. Ik zeg, dat is wel een heel essentieel iets wat... een verschil in aanpak. Wat is beter? Nou, weten ze niet. Weet ik ook niet. Gevoelsmatig lijkt mij beter één en dezelfde, omdat je kijkt naar de hoogte van de buik, maar je hoort ook het verhaal. Je hebt vorige week, heeft u een rijexamen gedaan? Heeft u het gehaald of niet? Weet je wel. Mm-hmm. Nou, als je nieuw bent, dan weet je daar niks van af. Ja. Dat is dus iets meer persoonsgericht. Maar goed, dus de continuïteit heeft dus een breder begrip. En om op jouw vraag terug te komen, wat je zei van
hoe kijk je daar tegenaan? Wat ik dus nu ook belangrijk vind, van hoe kijkt de doelgroep daar dan tegenaan? Ik heb dan misschien, hoe ik er tegenaan kijk, kijk ik ook vanuit mijn eigen beroepsbelang er tegenaan. Maar wat vinden jullie zelf er eigenlijk van? Nou, er zijn sommige vrouwen waarvan ik weet, die zeggen, nou, ik vind het toch heel fijn dat een gynaecoloog iemand over de schouder meekijkt. Dat idee geeft me, ben ik al dik tevreden over. Nou, prima. Kan. Het geboorteplan, wat u zegt, het individuele geboorteplan, kan daarin bijdragen van, stel er eens een overdracht, wat zijn de wensen, wat... Ja, of je kan het zelfs van begin af aan hebben. Ik weet wel dat, ik heb al geluiden gehoord, dat vrouwen soms er tegen zijn dat informatie gedeeld wordt met gynaecologen in een team. Maar die zeggen, dat wil ik niet. Daar hebben ze recht op. Dat is heel interessant, daar ben ik ook achter gekomen. Dat mogen ze gewoon zeggen. Omgekeerd. Je moet zelfs expliciet toestemming vragen of je het in het team mag bespreken. Dus zo is het zelfs geregeld. Informed consent is. Ik hou niet zo van die term. En dat heeft te maken met informed consent. Is. Daar ga je vanuit dat iemand. Daarmee eens is. Ik moet alleen nog je toestemming hebben. U gaat hier zeker mee akkoord, hè? Dat is informed consent. Mm-hmm. Terwijl geïnformeerd besluiten is dat je twee opties hebt. En dat je een consistent kan zo doen. Wat is jouw besluit? Hè, ja. Dus, ja. Maar goed, die vrouwen zeggen van nou, nee, ik wil niet dat er een gynaecoloog mee komt. Ik heb altijd normaal, ik ben hartstikke gezond en ik hoef dat niet. En dadelijk gaan ze allemaal enge dingen over me zeggen. Dat wil ik niet. Nou, daar hebben ze totale recht toe om dat te zeggen. Omgekeerd zijn er ook vrouwen die zeggen, ja, dat weet ik. Nou, wat moet ik nou bij een verloskundige? Ik heb een heel lang traject, ben ik eindelijk zwanger geworden. IVF, laat ik het noemen. Mm-hmm. Nou, daar blijkt je niet te volgend risico op iets te houden. Hè? Maar ik vind het toch wel heel prettig als ik bij de gynaecoloog zou blijven zijn. Want daar heb ik nou echt vertrouwen in. Nou, ja. Als ze daarna luisteren, dan kunnen we dan begin zeggen van dan kijk je mee. Hè? Dus daar zou ik wel een voorstander van zijn. Ja, maar wat je dus nu heel erg... Nou, het mooie was, die minister heeft uiteindelijk die ruzie beslecht. Op een hele diplomatieke wijze. Want die zei van... Wat mij goed lijkt, is dat jullie dat gewoon lokaal uitzoeken. Dus als bij de ene midwifi-led care is, prima. En als bij de andere... Eén teambespreking is ook goed. Jullie mogen het lokaal uitzoeken. Nou, dan is iedereen tevreden. Dat was dus niks. Ja. Maar als je dus... dat is wel leuk om met jou hier nu over te discussiëren. Als je dus hier over nadenkt... Dan denk ik dat het dus... vooral aan het begin is. En dat heet dus dan het geboortezorgplan. Dus in tegenstelling tot het geboorteplan of het bevalplan. Dat is al even lastig. Maar het geboortezorgplan is het allereerste begin... Dat je daar zegt van, vindt u het goed dat ik het met het team deel? Wilt u dat de gynaecoloog meekijkt, mede beoordeelt, et cetera? Mm-hmm. En dan heb je echt een cliëntgeoriënteerd benadering. Maar die kan dus dan aangeven, nou dat wil ik of dat wil ik niet. Of die zegt, leg dat uit, wat betekent dat dan? Nou, dat betekent in uw geval eigenlijk helemaal niks dat u uw naam noemt of dat u daar genoteerd staat. Of als u wil, kunt u eens een keer een kennismaking hebben of weet ik veel wat. Mm-hmm. Dat, ja. En een andere vraag. Ben je eigenlijk benieuwd, bent u bij uw eigen kinderen de bevalling geweest? Heeft u die zelf begeleid? Dat is een leuke vraag. We hebben vier kinderen. Dus de eerste. We hebben vier kinderen. Mijn vrouw heet Marina. En de eerste is onder leiding van de verloskundige thuisgeboren. Die verloskundige heette ook Marina. Dus dat was voor mij makkelijk. En ik vond dat een hele bijzondere en emotionele gebeurtenis. En ik was eerlijk gezegd heel blij dat ik als vader daarbij was. Ik had volstrekte vertrouwen in de beide Marina's. En daar heb ik een heel goed gevoel over. Is dat bewust ook gekozen? Ja, dat bewust gekozen. En, maar goed, dat is alweer, mijn dochter is 35 jaar oud.
Dus dat is 35 jaar geleden. Toen gingen we naar Curaçao. Toen was Marina hoogzwanger. En die wilde per se weer thuis bevallen. En toen zei ik, nou, daar heb je een probleem. Want we doen geen verloskundige begeleiding, geen thuisbevallingen. Dus ik zei, er zijn twee mogelijkheden. Of je bevalt in het ziekenhuis onder leiding van een van de mensen daar. Of je bevalt thuis, maar dan moet je onder mijn leiding bevallen. Maar dan ben ik de accoucheur. Dus dan ben ik degene die de bevalling begeleidt. Dus u was op dat moment op dat niveau om dat volledig te begeleiden ook? Ja. Ik was gynaecoloog, dus ik kon dat. Ja. En toen zei ze, nee, ik kies dan voor thuis. Dus dat was wel mooi. Want zij, als je naar haar kijkt, dan denk je, ja, bevallen is eigenlijk is een fluitje van een cent, maar... We waren toen, ze was uitgerekend op 10 februari. Dat was de dag dat wij verhuisden. We zaten in een hotel, notabene. Dus dat is ook niet echt. En ik ben 's ochtends daar nog puin wezen ruimen. Want ze hadden daar de zaak verbouwd. Ik heb een grote schep. Nog eens Curaçao was dat. Heb ik die puin in het huis uitgegooid. En toen hebben wij die verhuizing gekomen. Het was ook net carnaval. Die verhuizers lieten ons letterlijk en figuurlijk bij de dozen neerzitten. Dus we hebben toen alles uitgepakt en als een idioot gewerkt. En toen was het maandagavond en toen zaten we 5 uur 's avonds zaten we op het platje daarvoor, de porch. En zei Marina, nu mag het wel komen. En ze hadden nou ook gezegd, op de weeën begonnen. En toen kreeg ze eigenlijk binnen een paar uur volledige ontsluiting. En toen zei ze, jezus, ik moet nu gaan persen. Ik zei, ja, maar er is nog geen licht op de kamer. Dus ik was toen bezig om een lampje met een boer. Ik zei, ja, maar ik hou niet meer. Ik zei, snel dat lampje ingedaan, kind opgevangen. En toen was het heel mooi. Nou, dat is dus heel goed gegaan. Prachtig. En toen de derde. En dat was verder, dat was een hele leuke verpleegkundige bij die ik nog uit het Wilhelmina Gasthuis kende. Die nog steeds goed met ons bevriend is. Hartstikke leuke meid. En toen de derde, dat was voor haar, werd op Curaçao geboren, maar toen was het voor haar geen probleem meer om weer thuis, weer onder mijn leiding te gaan bevallen. En dat ging ook eerlijk gezegd heel vlot. Maar ik had dus wel, ik vond het zelf minder de ervaring, 2 en 3, omdat ik een dubbelrol had. Ik was dus vader en parteur, dus degene die de bevalling begeleidde. En toen kwam nummer 4 en die is in Nederland geboren. En toen zei ik, nee, ik wil gewoon weer dat je onder een leider van een verloskundige komt. Dus je hoeft niet per se Marina te heten. Maar dat was Ans. En Ans deed dat prima. En toen is ze ook eigenlijk heel vlot bevallen. En ik vond het allemaal prima. En dat is grappig hè, dat je denkt, oké, dat is mooi. Zo'n gynaecoloog die daar dan heel langmoedig over denkt. Maar toen was mijn eigen dochter was zwanger. En die was toen bijna uitgerekend van het eerste. En toen was ik op een refereeravond in het AMC. En er werden allemaal kinderen besproken die overleden waren tijdens de bevalling. En toen zat ik daar en ik was er absoluut van overtuigd dat de volgende bespreking zou gaan over mijn overleden kleinkind. Dus dat speelt dan ook weer een rol. Ja. En Marina, mijn vrouw, had ook wel eens moeite mee dat ik met mijn dochter, dat ik daar zo weinig echt enthousiast over deed. Ik zei, ja, maar dat is toch een beetje vakdeformatie. Ik wil wel weten dat alles goed gaat. En ik ben echt pas blij als ik weet dat alles achter rug is. Dus dat zit er ook wel in je. En dat heeft ook te maken natuurlijk met de jaren van ervaring. En ook de ambivalentie, et cetera. Maar het is goed gegaan met uw dochter. Ja, natuurlijk. Het is hartstikke goed gegaan, ja. Er kwam wel bij dat zij toen, want zij woonde toen Fiji en zijn in verband met de bevalling hier komen wonen. Dus zij woonde hier wel. Ja. En ze wilde toen thuis bevallen. Wij zijn toen nog uit onze slaapkamer verjaagd. En naar de logeerkamer gebonjourd. Ik vond het allemaal prima. Maar toen dacht ik, ik hoop wel maar dat goed gaat. Hè? Dus het was wel heel dichtbij. Het was dus niet even een dochter die af en toe belt of hij 1 keer per 2 weken heen gaat. Of omgekeerd die bij jou komt. Ze woonden gewoon hier samen met haar echtgenoot. Ja. En dat uiteindelijk, dat was ook zo mooi, want uiteindelijk lukte dat dus niet. En toen is ze naar het Westfries Gasthuis gebracht. En toen had ik net verloskamerdienst.
En toen dacht ik, ja, dan ga ik toch die bevalling doen van mijn dochter. Nou, dat wil ik niet. Dat vind ik niet juist. En toen heb ik een collega bereid gevonden om dat te doen. Nou, ja. Vond dat geen, dan moest ik ook wel vragen, vind je dat geen probleem? En ik kan me ook voorstellen, weet je wat ook, daar heb ik ook weer allemaal ellende van meegemaakt. Dat mensen dat problematisch vinden. Maar die vonden het geen enkel probleem. En dat is toen ook heel goed gegaan. Ja. Bijzonder, mooi. Ja. Ja. Mooi te horen. En, ja. Ik begrijp ook helemaal dat je dat kan voelen van... Oké, nu wil ik ook weer in de rol van echtgenoot zijn. Ja. Het is ook heel mooi om wel meegemaakt te hebben, lijkt mij. Om dat je eigen kind te mogen opvangen. Terwijl je dat ook dat zou kunnen natuurlijk als je vader bent. Ja, nee, dat is absoluut... dat is een enorm voorrecht. En als je ook ziet wat voor... ik ben natuurlijk ontzettend trots op mijn kinderen. Wat voor leuke kinderen het zijn. Dan denk ik, ja, dat heb ik. Dat heb ik toch. Dus dat is leuk. Laatste vraag. Wat heeft u nog als... Of wat heb je... Ik blijf steeds u zeggen. Wat heb je als droom voor de komende 5 jaar? Is er nog iets wat je verwezenlijkt ziet worden? Gaat al een droom in verwezenlijking? Nou, afronding? Of... Nee. Kijk, ik hoop nu dit boek dus nu af te ronden. Dat gaat, er moeten nog een paar hobbeltjes genomen worden, maar dat gaat dus wel lukken. Toen vroeg de uitgever of ik daarna een rol daarin wilde spelen in de verspreiding of in verder nog een bepaalde functie wilde hebben. Toen zei ik, nou, nee, eerlijk gezegd niet. Dat hoeft voor mij niet. Daarvoor hoef ik niet te doen. Het gaat mij echt om dat boek. En dat beschouw ik dan ook als een eind van het project. En dat ervaar ik dan ook als een bijdrage die ik dan heb geleverd aan dat grotere geheel. Zonder dat ik daar nou... En ik vond dat... Ja, dat gaf me heel veel energie. En het gevoel van belonging to, hè? Je hoort erbij, dat is leuk. Mm-hmm. Ik hoorde een paar jaar geleden Hedy Dacona zeggen, die gevraagd werd hoe ze het pensioen vond. Toen zei ze, nou, ik vind dat lastig omdat ik er niet meer bij hoor, dus ik niet meer deelgenoot van ben. Het was opvallend dat ze dat zei, want ik kwam haar enige tijd geleden bij een lezing. Een ontzettend leuk vrouw. Ze heeft trouwens ook vorig jaar zomergast gedaan. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Nee. Nou ja, ze is nu in 80, maar het is een geweldig mens. Dus, dat, dus misschien is mijn droom om zoals Hedy Dacona te worden, dat je dat op zo'n manier nog zo goed kan invullen zonder dat je enige pretenties heeft. Dus dat is eigenlijk wel mooi. Want ik sta nu wel open voor nieuwe zaken, waar ik dus dan energie van krijg. En wat ik leuk vind om te doen, maar daar ben ik dus nog niet helemaal uit. Mm-hmm. Ja, misschien om het in dit kader hardop nadenken af te spreken. Hè, dat ik de wijsheid van Hedy Dacona krijg om mijn tijd zodanig in te vullen. Dat ik dat nog altijd kan doen zoals zij dat op haar 80ste jaar nog doet. Zonder dat ze daar mee te koop loopt of iets van die aard. Ik vind haar echt een in dat kader een rolmodel. Hè, dus dat je denkt van... je hoopt dus dat ook je fysiek goed blijft, et cetera. Dat zijn allemaal van die dingen die als ouder bent, dat je dat dan hebt. Maar je moet natuurlijk, dat realiseer ik me ook wel, hoor, dat je moet oppassen dat je dus weer niet door de omgeving laat leiden, maar dat je ook weer je eigen koers blijft volgen. Dus mijn droom is in ieder geval om wel mijn eigen koers te kunnen blijven volgen, waarvan ik denk dat ik dat waar ik dan voldoening uit put. En
Maar ik beschouw dit wel als een, ja, als een hele mooie overgang van werkzame leven naar gepensioneerde leven. Ja. En als ik heel eerlijk ben, dan vind ik dat ook nu wel zo voldoende. Ik wil dat, ja, je kan er misschien nog iets bij bedenken. Maar ja. Ja. Ik merk ook dat ik nu 2 jaar eruit ben. Dus laat ik zeggen, voor mij heel belangrijk, de input die ik altijd van patiënten had. Zo noemde ik ze, want het waren mijn patiënten natuurlijk. Sociaal wenselijk moet je cliënten of klanten zeggen. Dat is een beetje een lastig woord. Maar was voor mij altijd een enorme bron van inspiratie. En die bron die heb ik altijd goed kunnen gebruiken. In mijn werk, in mijn werkzame leven. En nu ga ik veel meer kijken naar vrienden, gezin, familie. Om daar een bron van inspiratie uit te halen. En dan ook proberen dan goede invulling te krijgen. Van, wellicht een gedichtenbundel voor de volgende. Ja, nou, ik ben geen gedichtenschrijver. Maar wat ik wel leuk vind, bijvoorbeeld... Ik heb over diezelfde Jont gesproken, heb ik een biografie voor verzorgd. Dus daar heb ik al heel hard aan meegewerkt. Dat is Sergio Leon, dat was die gynaecoloog die toen die bevalling deed met die cup. Waar het kind overleed en de moeder overleed. Ja. Nou, die man leeft nog steeds. En daar heb ik een biografie voor geschreven. Samen met een journalist heeft echt geschreven samen mee. Want Jeanette van Ditshuizen was de maker daarvan. Het boek heet Anyway. En dat is echt een eerbetoon aan hem. Ik vond hem ook, heeft hem ook dit boek aan ja, hem dit opgedragen. Ja, dit is aan hem opgedragen. Ja. En ik heb nu een... Ook autobiografie. Ja, het is een biografie. Een autobiografie is dat je zelf doet. Ja, hè? Het is een biografie, dus een beschrijving van zijn leven. En dat leven vond ik heel, heel interessant. En de man ook, nog steeds. Hij is wel heel anders dan ik. Maar hij is ook gynaecoloog, hij is voor mij een enorme inspirator geweest en nog steeds. En ik ben heel blij dat Jeanette van Ditshuis samen met mij, laat ik het zo zetten, want zo hebben we het gedaan. Zij is de schrijver van de biografie, dat dit boek gepubliceerd is, want... En dat was vorig jaar, is dat ook met mooie poespas op Curaçao uitgereikt. Waar ik dus ook al die oude artsen waar ik vroeger mee werkte, ook allemaal weer met stokken wel allemaal opkwamen draven. En ja, dat vond ik wel heel erg mooi. Dus, ik zit wel eens te denken naar een inspirerend iemand waarvan ik denk van, goh, zou ik daar nog eens iets mee willen of zo. Maar dat heb ik nu nog even geparkeerd. Op een afstand gezet. Ja. Nou, prachtig. Heel inspiratievol. En je bent tegelijkertijd ontzettend jong van geest en ook. Maar heeft enorm ook wel de wijsheid van door alle ervaringen. Ja. Dus het is een ontzettend mooie combinatie. Ja. Mijn eerste indruk van, nou, leuk. Ja. Van dit hele gesprek. Dus ik wil je ontzettend bedanken voor het. De bijdrage aan dit initiatief in ieder geval. Ja, mooi. Dat heel veel mensen het mogen beluisteren en daar inspiratie weer uithalen. Leuk. Nou, graag gedaan. Blijf je volgen. Heel goed.